Ook al woon je daar niet op een hoek, er moet een veilige plek zijn. De RET, NS, ProRail, het Openbaar Ministerie, politie en de gemeente Schiedam slaan de handen ineen op het gebied van veiligheid rondom het station Schiedam Centrum. De 6 partijen ondertekenen een veiligheidsconvenant en daarmee kunnen de partijen beter en gerichter acties op poten zetten om de veiligheid op het station te bevorderen. Dus als ProRail en de NS zeggen wij willen in oktober een grote actie doen, RET, gemeente, doen jullie mee, politie, dan doen we mee. En dan moeten we ook meedoen. Dan spreken we dat ook af en laten elkaar niet in de steek. In het verleden waren dit soort samenwerkingsafspraken bij gezamenlijke acties nogal eens vrijblijvend. Werd er op het laatste moment een team teruggetrokken omdat er geen mensen waren. Ja, nee, afspraak is afspraak en dan leveren we ook. Het geeft in elk geval duidelijkheid. Het geeft naar elkaar de duidelijkheid dat je uitspreekt en afspreekt van nou, dit willen we gaan doen. En dat gaan we op een x-aantal momenten gaan we dat ook daadwerkelijk doen met z'n allen. Nou, die zekerheid en duidelijkheid naar elkaar toe maakt dat het een stuk is waarmee je met z'n allen gewoon elkaar kan aanspreken en weet wat er gaat gebeuren. Gek genoeg gaan de criminaliteitscijfers in en rondom het station al jaren naar beneden. Toch blijkt uit onderzoek dat mensen zich er de afgelopen jaren onveiliger voelen. We willen als gemeentebestuur en ik als burgemeester dat we een tandje extra bijzetten om dat veiligheidsgevoel weer te vergroten. Want station Schiedam Centrum, station Parkweg, daar gaan duizenden mensen iedere dag in en uit. Dat is essentieel voor de vervoersstromen in Schiedam. Ja, dan moet dat een veilige plek zijn. Ook al woon je daar niet op een hoek, er moet een veilige plek zijn. In onze cijfers, en dat zijn de vastgestelde incidentcijfers, daar zie je eigenlijk dat het best goed gaat. Maar als je de cijfers van de veiligheidsmonitor, waar de burgemeester het over had, als je die ernaast legt, daar is het gevoel van mensen bij de stations en omgeving is anders dan we op basis van de objectieve cijfers zouden verwachten. En dat is waar we ons zorgen over maken.